Hoi iedereen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Let's Play. Vandaag ben ik met Lisanna. Ja, zeker. En ik ben nog steeds Starrider, een paar dagjes. En ik heb nog wat missies te doen, dus laat ik die maar even gaan doen. En ik ga wat dingen kopen, want we krijgen met verjaardag in oktober van Star Stable... Starcoins. Ik weet nog niet hoeveel. Dat ga ik ook niet zeggen, want straks is het helemaal niet zo. Waar ben je? Maar je rijdt helemaal rond en... Ik rijd naar Barney. Oh, oké. Maar daar moet ik niet zijn, dus laat maar. Wat? Daar moet ik niet zijn. Ik ga naar het terrein van de paardenmarkt. Oh ja, dan moet ik ook nog wat missies doen. Maar goed, waarschijnlijk krijgen we 400 starcoins. Dus dan kan ik het nieuw paard kopen. En ik zal even laten zien. Hij staat op de paardenmarkt. Hij staat... Niet die. Hier zo. Deze. Welke? De Engels volbloed. Die bruine. Oh ja, die! Ik vind die op zich best wel mooi. De zwarte manen. Mhm. Dus die ga ik kopen. En dus ja, maar omdat ik nu al 100 starcoins heb, ga ik die dan even uitgeven. En je kunt die blue boy van Judith Kinglet kun je dan ook kopen. Ja, klopt. Maar in ieder geval dus, ik ga vandaag wat spulletjes kopen, omdat als we 400 starcoins krijgen, dan heb ik deze starcoins niet echt meer nodig. Dus ik ga een broek kopen. Ik heb 117. Ja, maar straks krijgen we wel straks krijgen we wel 400 starcoins, heb je 517 starcoins. Ja, dat is genoeg voor een paard die ik wil kopen. Die kost namelijk maar 390. Dan heb je ongeveer 127. Oh wacht, ik heb geen zin in deze missie. Houden die je hebt. Zo, die met die vuvuzelen ga ik niet doen, want daar ben ik niet goed in. Die doe ik nog wel een andere keer. Wat hè? Nou, bij Barney, met die vuvuzelen. Oh, maar dat is dan niet zo moeilijk. Nee, je kunt gewoon op je paard zitten. Maar ik heb daar geen zin in en ik ben er niet goed in. Oh, ik heb een paard gevangen. Ik ben een paard aan het vangen. Oh ja. Ja! Want ik ga zeg maar deze babyschermers in het geel kopen, zodat ik mijn hele gele setje af heb. Dat vond ik wel mooi. En dat gaan we nu doen. Waar ga jij dan? Eerst ga ik naar Pinta, naar de supermarkt. Naar de... die is er ook echt op Star Stable. Naar de Jorvik City. En natuurlijk. En daarna ga ik naar Jarnheim. Voor de beamschermers. Dus op naar de trailer naar voor Pinta. Maar als ik zeg maar als er echt 400 starcoins komen, heb ik dan 1000 starcoins. Dus dan kan ik ieder paard kopen die ik maar wil. Ja, inderdaad, dat is wel heel cool. Ik zou dan Arabier kopen, denk ik. Ja, daar zat ik zelf ook aan te denken. Huppatee! En dan de voskleurige bij jou. Ja, die ga ik dan ook kopen. Want zij kent een voskleurig paardje en dat is echt haar lievelingspony, volgens mij. Nou, dat was het. Maar nu zie ik ze hem niet meer. Inderdaad. Dat is heel zielig. Nee, dat is jammer, niet zielig. Ik vind het zielig, oké? Ach, nou ja. Waar are you? Oh ja, je gaat naar Van Pinta, hè? Mm-hmm. Ik kom hier lekker achterna. Ik ben al in voor Pinta, sterker nog. Oh, oké. Ik kom met de trailer. Of ik zat er ook aan te denken om een fjord te kopen. Oh ja, dat kan op zich ook wel. Want die vind ik zelf wel echt heel erg mooi, persoonlijk. Nou, wil je dat? Ik heb die aan gaan kopen, want ik heb nog gewoon 1000 starcoins, dus ik kan gewoon ieder paard kopen die ik maar wil. En ik ben echt wel toe aan een nieuw paard, want ik heb helemaal geen paard meer te trainen. Nou,
jullie niet, maar... geen leuk paard. Ja, ik snap je wel. Nou ja, ik heb... is mijn morgen nog niet eens level 15. Nee, klopt. Die moet nog level 15 worden. Ik heb op mijn eigen account al mijn paarden al uitgetraind. Ja, dus jij bent echt toe aan een nieuw paard. Inderdaad. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik geen let's plays ga maken op die andere account, want daar zit ik het meest op. Ja, toch wel? Ja. Tuurlijk, maar omdat nu je eigen account Star Riders, dan zit je daar even wat meer op. Maar ja, dat is nog maar 2 dagjes. Oh ja, en mensen vroegen aan mij voor de code en zo. Maar sorry, deze code is maar voor 1 persoon geldig. Het is zeg maar zo'n code die mensen op de mail krijgen voor een vriend. Die is dus maar 1 keer geldig, want we hebben dat uitgeprobeerd. Hij kan niet op andere accounts. Dus het heeft niet echt zin als ik deze code ga delen. Want hij werkt toch niet. Het is echt zo'n ingewikkelde code, niet zoals de code meebellen. Oh ja, trouwens, als je de code meebellen nog niet hebt ingevoerd, hij werkt nog steeds. Ja, ik zal hem even hieronder zetten. Die is voor 100 starcoins. Dus dan kan je of sparen voor een paard of nog even wat spulletjes kopen. Ontwikkelcentrum. Inderdaad, dus doe dat zeker even. Staat hieronder en ja, je kan het gewoon bij Waardebon codes invoeren. Want ik heb zelf nog een andere account en ik was hem nog vergeten in te voeren. Nou, ik voer hem dus zo net in. Hij werkt nog steeds. Ja. Het is door onszelf uitgetest, dus vertrouw er 100% op. Ik vind het zelf wel heel vet, want als je het gewoon echt bent vergeten en dat komt je opeens een, nou 3 weken later pas in te schieten, hij werkt echt nog steeds. Het is echt heel raar. Want meestal is een code na een week of zo, kan hij niet meer worden ingevoerd. Inderdaad, dat is altijd best wel stom, maar ja. In ieder geval weten jullie die dus. En ja, als ik een code heb die openbaar is, zal ik hem absoluut delen. Maar er zijn gewoon niet zo heel erg veel openbare codes, zeg maar. Die je meerdere keren dan 1 kan gebruiken. Zeg maar, die delen ze wel. Alleen de laatste tijd niet zo vaak meer. Omdat ze binnenkort weer echt heel veel starcoins weggeven. 400 namelijk. Dus dan gaan ze nu natuurlijk eigenlijk niet weggeven. Maar goed. Want in het begin van het jaar waren we altijd gewend van, er waren echt om de haverklap waren codes. Ja, echt iets van iedere maand. Op die manier ging het wel heel snel. Maar omdat we dan nu geen codes meer krijgen, missen we het wel heel erg. Weet je, ik kan echt alles kopen wat ik maar wil, maar weet je, ik wil het gewoon niet kopen, omdat ik gewoon echt een paard wil. Ja, inderdaad. Ik wil gewoon kijken of er wat leuks is voor mijn shillings die ik heb. Ja, wel een mooi rood topje. Ik zoek gewoon een beetje basic broek. Een basic broek? Ik weet niet of je die wel kunt krijgen. Nou, gewoon een beetje zwartachtig, alleen... De zwarte broeken zijn echt heel duur. Ja, daarom. En er is er 1 die is wel goedkoop, alleen die is echt... Daar word je heel dik van. Daar krijg je hele dikke benen van. Oh, die zwarte rijjeans. Ja, inderdaad. Ja, die vind ik ook niet mooi. En de zwarte rijbroek vind ik weer te dun. Zeg maar zoals die broek, die witte broek met de bruin aan de binnenkant. Dat, ja, die wil ik heel graag, alleen die kan je alleen met Missy krijgen. En ik heb die Missy nou helemaal niet. Ja, ik weet niet of je... Je moet eventjes dan eventjes misschien even loeren bij wit. Ja, nee, daar staat hij niet bij. Ja, dat vind ik zelf ook wel echt jammer, want nu kun je hem gewoon niet kopen. Maar weet je al wel wat je nog wil gaan kopen? Want wat je echt nog heel graag wil, bijvoorbeeld... Of een zadel, ik zeg maar wat. Ik wil in ieder geval een broek en die beenbeschermers. Dus ik moet 45 starcoins overhouden. Hoeveel starcoins heb je? 117, dus dan kan ik er... Wacht eventjes, ik heb een rekenmachine bij de hand.
65. 72 heb je om iets te kopen. Oh, dat is meer dan genoeg, joh. 72 starcoins. Er zijn trouwens ook nieuwe spullen in het winkelcentrum met afgelopen update. Uh-huh. Ook nieuwe accessoires. Ik ben benieuwd wat dat is. Want ik ben hier nog niet geweest sinds de update. Ik zie zelf nog geen nieuw deck op zich. Alle dekken die ken ik al. Oh jawel, ik zie er wel een. De rijinstructeur spulletjes. Die rijjeans die maken je benen echt heel dik. Ik vind deze zelf echt heel erg mooi. Dit is een zwart geruite. Ik ga hem gewoon kopen, jongens. Ik vind deze echt super mooi. Echt? Ja, hij is echt super mooi hoor. Oké, ik heb hem gekocht. Ik heb hem nu aan. Oké, op naar Jarlijn dan. Waar ben jij? Ik ben nog eentje aan het kijken. Oké. Ik kan met jouw blauwe, zeg maar jouw blauwe western dekens en ook niet paars. Goed, ik ga op naar Jarlijn, dus ik zie je daar zo wel, denk ik. Ja, ik kijk nog even bij de accessoires, want ik zie op zich bij de... bij de normale dingen zie ik niet echt heel veel bijzonders. Ah ja, is goed. In ieder geval niet zo wat ik echt zou willen hebben. Want ik vind de bandages van tegenwoordig gewoon echt niet zo heel mooi meer. Ik wil gewoon dat ze meer beenbeschermers maken. Want eerlijk gezegd, zelf heb ik maar één paar zeg maar van vier bandages. Want bandages koop je altijd in vier, omdat ze voor alle benen zijn. Daar heb ik maar één paar van, omdat de bandages, je moet ze de hele tijd oprollen en zo. Op Star Stable hoeft dat natuurlijk niet. Alleen, ik ben meer fan van beenbeschermers. Ik heb die echt in allerlei soorten en met mijn verjaardag... Oh ja, paarse en gele. Mhm. Ik vind het persoonlijk niet echt heel mooi. Met mijn verjaardag krijg ik nog twee aparte soorten beenbeschermers, namelijk... Flex trainers en dressage boots, maar die zien jullie dan wel. Want daar ga ik nog een video over maken. Wat ik dan heb gekregen op mijn verjaardag, zeg maar. Maar in ieder geval, ik hou dus meer van beenbeschermers dan van bandages. Want ik rij ook echt altijd met beenbeschermers. En heel soms met bandages. Maar eerlijk gezegd vind ik bandages gewoon het oprollen ervan. En het uitrollen echt stront-irritant. Er bestaan echt wel, zeg maar, zo'n ding waarmee je kunt oprollen. Ja, klopt. Alleen dat moet je dan eerst wel weer kopen en ergens aan de muur kunnen hangen en zo. En ja, bij ons op stal zijn niet echt mensen die bandages gebruiken. Dus ik geloof niet dat we daar zo'n ding kunnen ophangen. En thuis heeft niet zoveel zin, want dan moet ik iedere keer bandages mee naar huis nemen. Inderdaad, dus dat heeft ook niet zo heel veel zin. Dus ja, ik gebruik ze heel soms. Voor Nan, tijdens dressuur, maar niet vaak. Ik denk dat op een wedstrijd het wel mooi zou zijn. Hey, hallo. Oké, nu moet die boot naar Jarlijn snel komen. Ja, inderdaad. Want van de minder dan 1 gigabyte vrij op mijn laptop heb ik nu 4 gigabyte vrij op mijn laptop. Dus dat is een hele verbetering. Dus ik kan nu weer, als het goed is, video's bewerken. Ik hoop het voor je. Ik heb echt nog iets van 50, 55, 56 GB over. Echt? Oh, dat is echt heel veel. Dat wil ik ook, alleen ik weet niet hoe het kan. Ik heb niet absurd veel erop staan op zich. Nou ja, er was wel een keer iemand vorig schooljaar dat... Die had twee keer naar mij al, maar dan ook echt al zijn documenten gestuurd. Maar ja, ik weet gewoon, ik heb er echt al heel veel verwijderd. En nu zijn het alleen nog maar foto's.
Alleen... Ik denk dat die lesplay nu al wel langer is dan een kwartier, hoor. Dat denk ik ook wel, maar ik wil die beamschermers nog wel even kopen in de lesplay. Mm-hmm. Want mensen vinden het altijd... Hey, ben jij wel op de boot? Ja. Mm, want je hebt verdwenen letterlijk voor mijn ogen. Iemand bij mij. Een nicht van mij. Ik heb best wel zin in mijn verjaardag. Gewoon omdat ik 12 word eindelijk. Finally. Ja, ik ook. Ik heb ook heel veel zin in. Want ik word dan 14. En ik heb zin... erin om heel veel spulletjes te krijgen, want ik krijg niet heel veel, maar zeg maar wel leuke dingen die best wel veel kosten. Nou, ik vind dat je best wel veel krijgt. Is dat van de hele verjaardag van iedereen? Ja. En van Jody krijg ik waarschijnlijk nog een slijfpaard. En van vriendinnen waarschijnlijk geld, gewoon. Oh ja. En van geld ga ik dan ook weer wat kopen. Maar ook van je familieleden krijg je dat ook allemaal? Van mijn familieleden krijg ik die dingen die ik aan jou heb laten zien. Oh, oké, okay, ja. Daar en van krijg je ouders ook? Ja. Daar krijg ik voor de rest dan niks van, omdat dat echt al iets van 30, 40 euro kost. Dus. Of nog wel wat meer. Mm-hmm. Maar ik heb gelukkig cadeaubonnen, zeg maar, van Applejack. Dus... ik kan gewoon die cadeaubonnen dan gebruiken, zodat ze wat korting hebben. Nou, ik ga deze kopen in ieder geval. Ik heb nu nog... De gele? Oh, die had je al. Welke? Ik heb de gele gekocht. Die had ik nog niet. Tada! Had je die al? Dit is mijn nieuwe setje. Dit is wat ik heb gekocht. Nu heb ik twee... Ja, rijbroek wel mooi. Ja, ik ook. Ik neem twee paar beamschermers. Deze en deze. Ja, dat is beter. Hoeveel stacks heb je nog? Drie. Het scheelt ook echt heel veel zo. Ja, echt hè? Nou ja, ik hoop dat jullie deze let's play leuk vonden. Doe even een duimpje omhoog. En ik zie jullie bij de volgende let's play weer. Doei doei! Doei doei!